Goedemiddag, Simon en alle anderen. Ja, ik ben nog altijd aan de koffie. Want ik heb heel, heel hard gewerkt aan dit schema. Dit wordt het totale schema voor je examen, uh, Simon. Dat plaats heeft op, dat je gaat hebben, dus op 17 juni. Dus volgend weekend gaan we heel hard samenwerken. Maar ik, ik heb al zoveel dingen in dit schema gezet. Ik heb er alles aan. Uitgegooid. Um, alle raad die ik gegeven had, verzamel je toetsen enzovoort. Dus dit wordt het totale schema. Even overlopen. Er zijn dus in het totaal zijn er zeven hoofdstukken. We gaan ik ga een beetje uitvergroten, dan zie je dat beter. Um, ik ga er tenminste vier doen vandaag. Um, hoofdstuk 5, 6, 7 ga ik daarna toevoegen. Er staan al een aantal dingen in. Maar um, hoe gaan we dat doen? Uh, ja, ik heb in het begin heb ik hier een blad gepost en zie je, dat is dus te leren formules. Hier noteer ik alle formules die je gaat moeten kennen. Voorlopig is er maar één blad. Ik denk dat er waarschijnlijk een tweede gaat bijkomen, we zullen zien. Uh, je hebt dus die fameuze wortelformule. Je moet het dubbelproduct kennen. Uh, het verschil van twee kwadraten, sinusregel, cosinusregel. Oké. Okay. We gaan dat allemaal zien in de hoofdstukken, maar dus hier schrijf ik alle formules die je moet kennen. Goed. En dan, ik moet even weer uitzoomen voor ik verder kan. Ja, we zitten dan in die fameuze tweede graadsvergelijkingen en ongelijkheden. Ja, en daar zit wel echt heel veel in. Hè. Uh, ik ga dus even terug naar het begin. Zie je dus dat eerste hoofdstuk, tweede graadsvergelijkingen en ongelijkheden. Daar zit dus ook in ontbinden in factoren, want dat heb je nodig om gemakkelijker je tweede graadsvergelijkingen op te lossen. Daar zitten ook problemen oplossen in, dus vraagstukken, ja, misschien noem je dat niet problemen, misschien noem je dat eerder, uh, sorry, uh, vraagstukken. Voilà, vraagstukken oplossen. En je gaat dan ook uh, de snijpunten van een rechte en een parabool moeten vinden. Maar dat is ook weer hetzelfde systeem. Je moet dan ook weer die tweede graadsvergelijking oplossen. Oké? Okay? Goed. Dus dat is een heel groot hoofdstuk. En ik ga je daar even door uh, geleiden. Oké. Okay. Uh, ja, eigenlijk, dat rood hier dat mag weg. Dat had ik er meer bij gezet voor mezelf. Hè. Hoe minder er, er staat, hoe beter het is. Er is dus een video van de toets voor degenen die willen... Uh, maar als je die al bekeken hebt, ja. Dus je moet kunnen ontbinden in factoren. Hoe doe je dat? Hoe ontbind je in factoren? Eerst wat ze gemeenschappelijk hebben buiten zetten, dan moet je je twee formules toepassen. Of het verschil van twee kwadraten, of het dubbel product. En die formules staan dus op het eerste blad. Je blijft dat herhalen, 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 uh, tot je niet meer verder kan. Er is dus ook de correctie van de toets. Om binnenin factoren, hier de link, kan je bekijken als je dat niet hebt gedaan. Maar dan heb ik voor jullie zo ergens een check. Hè, ik heb hier gezet, kan je deze toets doen? Ja, mijn foto staat op het volgende blad. Zie je, hier is die toets. Uh, hoe doe je dat? Je, kijkt dus, ja, je probeert die op te lossen en ik heb elke keer de oplossing erbij gezet. In het begin kijk je niet naar de oplossing, je probeert daar zelf aan te beginnen. Uh, er zijn zes oefeningen en dan daarna check je of je de juiste oplossing hebt. Okay? Dat is om te zien of je, dus ontbinden in factoren, of je dat kan. Okay? Uh, dan was er ook een toets: tweede graadsvergelijkingen oplossen. Je moet er doen zonder de wortelformule en met de wortelformule weer hetzelfde. Je probeert dat te doen. Hè. Hier staat de opgave. Je kijkt nog niet naar het antwoord, wat ik hier in het groen heb gezet. Um, en je probeert dat te doen zonder en met de wortelformule. Uh, ik heb hier nog eens herhaald, maar dus die twee formules staan ook weer bovenaan. Hè. De totale wortelformule en dan uh, het dubbelproduct. product. Het merkwaardig product noemt uh, Simon dat ook. Nu, ik moet er even zetten voor die fameuze wortelformule hier. Simon die leert zijn discriminant apart. Zie je dat hier? Dus de discriminant is alleen wat onder de wortel staat. Uh, ik heb dat altijd als totale formule geleerd, maar dat heeft dus geen belang. Je memoriseert dat hoe je dat wil. Oké, okay, dan moet je ook een klein beetje theorie kennen. Er is niet veel. Je moet weten, je de definitie kunnen geven. Wat is een tweede graadsvergelijking? Ik heb het hier al geschreven. Hoe vind je de nulwaarden of de wortels van een tweede graadsfunctie? heb ik hier ook geschreven. Wat is een onvolledige tweede graadsvergelijking? Ja, dat is er dus als er één deel niet bestaat. Hoe kan je de wortels van een onvolledige vinden? En geef een voorbeeld, probeer dat te doen. Ik zal dat er misschien zelf bijvoegen de volgende keer als ik aan dat, dit document werk. Wat is een volledige vierkantsvergelijking? Hoeveel oplossingen heeft een tweede graadsvergelijking? Weet je dat nog? Het is 0, 1 of 2 oplossingen. Dat staat hier ook. Dus die theorie moet je wel eens bekijken. Hè? Wat is de wortelformule? hebben we ook al gedaan. Goed. Uh, je weet ook, als je hier dingen aan wil toevoegen, als je ideetjes hebt, geef me die. Hè? Dus de mensen die kijken, ik schrijf dat allemaal in dit document. En de link naar dit document, ja, je vindt dat hieronder hè? In, de, in de commentarensectie. Hè? Dus, uh, nee, niet in de commentaren, in de beschrijving. In de beschrijving van de video. Ik zeg altijd commentaren. Maar in de beschrijving van de video vind je dat. Oké, okay? dus je kan gewoon op de link drukken en je komt in dit document. Oké, okay, je gaat dan ook uh, problemen moeten kunnen oplossen met tweede graadsvergelijkingen. En ik heb er hier twee gezet. Dus er staat hier: probeer de twee volgende vraagstukken op te lossen. Een tip: maak een stelsel. Oké, okay, dit is dus de eerste. De oplossing staat erbij. Kan je checken of je dat juist hebt? Eerst kijk je natuurlijk nog niet en dan heb je het tweede vraagstuk ook. Oké? Okay? Dan hebben we ongelijkheden. Nu ongelijkheden, je lost die op zoals gelijkheden. Je zet alles aan één kant gelijk aan nul. Maar dan, wat is er verschillend? Dat je dus als je klaar bent en je hebt je oplossingen, moet je een tekentabel maken en dan kijken waar jouw oplossing waar is of niet. Um, ik heb daar ook een video over gemaakt. Ik heb hier niet de link bijgezet, denk ik. Maar ik heb hier wel een, twee oefeningen, zie je? kan die ook maken. En je kijkt in het begin niet naar de oplossing. Je probeert die op te lossen. Als je vragen hebt, je vindt de juiste video's niet, kom je terug naar mij en dan help ik je. Dan moet je ook, en dat is dus het laatste punt bij die tweede graadsvergelijkingen, de snijpunten van een rechte en een parabool kunnen vinden. Eigenlijk is dat heel... Makkelijk. Je hebt dus twee vergelijkingen. i is gelijk aan dit en i is gelijk aan dat. Je laat die I, I i's weg en je stelt die aan elkaar gelijk. Je zet ze allemaal aan een kant en lost dat weer op, zoals een tweede graadsvergelijking. En dan bekom je dus uh, de snijpunten. Misschien is het één snijpunt, als dus die parabool daar juist hein, even aankomt. Of misschien hebben ze geen snijpunt, dat wil zeggen, die, die rechte loopt daar niet door. Ofwel hebben ze er twee en die rechte loopt door je parabool. Oké? Okay? Ik heb dan ook hier, kijk, los de volgende oefening op. Hier, kijk. Dus ik heb hier, dit is de vergelijking van een parabool en dit is de vergelijking van een rechte. En je probeert die snijpunten te vinden. En ik heb hier de oplossing erbij gezet, maar je doet dat eerst zonder te kijken. Oké? Okay? Dan, en dit vindt Simon echt heel uh, moeilijk. Um, dat is dus driehoeksmeting. En dus je moet werken in driehoeken, maar dat zijn willekeurige driehoeken. Dat zijn geen rechthoekige driehoeken. Hè? Want in rechtho rechthoekige driehoeken had je Pythagoras enzovoort, maar dat heb je dus niet. Ik ga ook e eerst even weer dat rood wegdoen. Hè? Dat moet er niet meer bij staan. Uh, wat moet je goed kennen? De cosinusregel en de sinusregel Die staan ook bij je formules in het begin. En ik heb nu net een boodschap gestuurd hè, naar Simon. Simon, je hebt dat waarschijnlijk gezien. Uh, moet je al die goniometrieformules kennen? Want dat staat niet in jouw examenleerstof. En je hebt dus gezegd dat je dat ging vragen op de groep. Dus je moet weten, wat is de sinusregel? Hè? Hoe ziet die eruit? Je ziet dat bovenaan in, in mijn formularium. Wat is de cosinusregel? Uh, dan toepassingen. Ik weet niet goed wat de leerkracht daarmee bedoelt... Maar ik weet in elk geval dat er oefeningen zijn waar je een bisectrice moet tekenen. En een bisectrice daarvan moet je weten dat dat je hoek in twee gelijke hoeken deelt. En er is hier een heel moeilijke oefening. Ik ga jullie even eerst laten zien. Maak deze oefeningen. Ik ga er even naartoe. Kijk. Dus hier oefening 1, niet zo moeilijk. Je lost dat op met de sinusregel. Oefening 2, je lost dat op met de cosinusregel. Maar deze derde hier is heel moeilijk. Ik heb er de uitkomst nog niet bij gezet. Probeer dat op te lossen. Ik heb alleen een beetje tips gegeven hoe je dat oplost. Zoek A met de cosinusregel. Zoek de hoek B met de cosinusregel. Zoek D door de som van alle hoeken van een driehoek is 180 graden. En zoek AD met de sinusformule of de sinusregel. Oké, okay, probeer dat eens, maar dat is heel moeilijk. Dat is voor de mensen die ambitieus zijn. Oké? Okay? Um, dan hebben we telproblemen. Uh, die toets over telproblemen was eigenlijk heel simpel. Ik denk dat ik die nog niet heb gemaakt. Maar eigenlijk, wat moet je kunnen? Ik heb dat hier geschreven. Je moet weten dat A unie B, dat zijn alle elementen die behoren tot A of B. Oké? Okay? A doorsnede B dat wil zeggen alleen de elementen die ze samen hebben A en B samen die overlappen dit hier dit is een beetje zoals A min B dus alle elementen van A maar niet die van B dan A met een streepje boven je noemt dat het complement van A dat zijn dus alle elementen van heel de verzameling behalve die van A oké okay? En dan vraag ik ook, kan je een boomdiagram tekenen? Ik weet niet of je dat moet kunnen, maar dat staat in je boek, Simon. En dus stel je even voor dat, dus, uh, dat iemand heeft vier kleedjes, vier jurkjes en drie puls. En ze wil weten hoeveel combinaties ze heeft. Kan je dat tekenen in een boomdiagram? Je mag dat proberen. Misschien dat ik hier later een tekening van post. Je, hebt ook, je kan ook twee regels toepassen. Dus als je het aantal van A-Unie-B moet berekenen, hoe doe je dat? Je neemt het aantal elementen in A plus het aantal elementen in B. Maar wat trek je eraf? Wat ze gemeenschappelijk hebben. Anders tel je die twee keer. Snap je dat? A-Unie-B, als je, als je dus. Ja, je moet daar de doorsnede aftrekken, anders tel je die doorsnede twee keer mee. Oké, okay, en dan heb je ook de productregel. Het aantal van a maal b is het aantal van a maal het aantal van b. nu Ik denk dat die, dat, dat hier niet zo moeilijk is. Ik moet, die, um, ja, ik moet die regels, die formules, nog bij mijn formularium zetten. Oké? Okay? Uh, functies met het voorschrift f van x is gelijk aan c gedeeld door x. Ik heb net een video gemaakt en ik zie dat ik de andere video daar niet heb ingezet. Dat ga ik ook even doen. Maar dat is het dus voor vandaag. Laat me weten of daar dingen bij moeten. Hè? Maar dus we vullen dit volledig aan. En ten laatste volgende vrijdag, want zaterdag ga ik werken met Simon, gaat heel dit uh, dossier. Volledig zijn en kan je dit studeren voor het examen? Ziezo, ik hoop dat dat jullie geholpen heeft. Uh, ik hoop ook van jullie te horen: help me, doe mee, hè? doe mee dit dossier volledig te maken. Oké, okay? tot heel binnenkort, fijne zondag.